nee, je brengt degene mee, dat stinkt. Ik vond het heel plezant. We hebben gisteren de try-out gehad, dus wel al een eerste keer publiek mogen voelen. En vandaag een tweede keer, dus dat is, het is een heel fijn stuk om te doen. Dus ja, ik ben heel tevreden over vanavond. Een slippertje, wat houdt het verhaal juist hier? Of wat mogen mensen verwachten? Ze mogen verwachten, ik ben Chantal trouwens. Ik ben degene die het slippertje gedaan heeft. Ik wou een kind en mijn man bleek onvruchtbaar te zijn. En vandaar heb ik dus mij laten bezwangeren door ene Jim uit Olst. Daar gaat het stuk over. Zo'n slippertje, zou dat ook in jouw privéleven voor kunnen vallen of gevallen zijn? Liefst niet. Mijn twee kinderen zijn echt van mij. En van mij sowieso. Ja. Ja. Hoe was het dan met Andy, Elise en Christophe spelen hier vanavond? Ja, heerlijk. Christophe kende ik al van heel lang geleden. We hebben heel veel jaren samen al gespeeld. Maar met Andy en met Elise was de eerste keer. Dat was een hele fijne ervaring. En Olst, dat bindt. Dat is zo.